Goeiedag, dames en heren, daar zijn we weer, jongens. Hier is Boer Driekus. Jawel, jawel, jawel. Ik zal jullie even voorstellen. Ik ben Boer Driekus dus. En daar staat mijn maatje Boer Hennek. Hij heet nou weer PC, maar goed. Dit is onze eerste aflevering, mensen. En ik ga jullie meenemen in het in ons boerderijleven. En bij deze ga ik jullie een rondleiding geven over onze boerderij. Jawel, die we een beetje hebben aangepast. En vanuit hier gaan we dus iedere keer een aflevering doen. En dan gaan we nu lekker beginnen. Ik zou zeggen, ik ga eerst even snel slapen, dat de tijd even wat sneller is. En dan zie ik jullie zo meteen. Yo, yo! Ja, 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 dames en heren, welkom. Kom lekker binnen, treed binnen. Kijk, dames en heren, hier hebben we van die voerkuilen. Hier zijn er twee. Ja, ja. Hier ligt onze andere opslag, klein materiaal. Dan hebben we hier een grote schuur met grote aanhangers. Zoals voor het gras en voor graan en gewoon voor andere rommel. Dit is onze bemester. Ja, 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 ja. Maar kijk, hier staat Hennek. Hij heeft nou PC, maar dat is Hennek met zijn dikke trekker. Met zijn dikke valt. Nou, dit is ons boerderijtje, ons huske. Ja, daar kunnen we ook mooi in vertoepen, slapen. Nou, onze koeienstal die nog leeg is, dat komt in de toekomst allemaal, mensen. Ja, 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 zeker, zeker, zeker. En dan hier, onze skapies. Ja, dat is voor de wol. En we gaan straks geiten erbij nemen, dan krijgen we ook geitenmelk. Nou, zoals je hier kunt zien, produceren ze hier al een pelletje wol. Dat is ideaal, dat is lekker. Nou, daar staat mijn watertank, zoals jullie zien. Nou, daar is ons veld. Ik zal er heen rennen. Dat is ook even leuk. Dit is ons veld om te gaan maaien, harken en balen te maken voor het geld te verdienen. Dat doen we echt puur op dit veld. En ook voor de schapen, zodat we het voer kunnen bewaren. Maar dat laat ik zo zien. Dan hebben we hier de kas. Nou, zoals jullie zien, groeit het goed. He, groeit goud, mijn jongen. Ja, ja, dat groeit goud. Het is niet dood, groeit goed. Nou, hier hebben we nog een kas. Die ook lekker doet, ook voor productie. Om ondertussen ons geld te kunnen produceren. En door te stomen, zodat we meer dingen kunnen doen. Nou, onze hark. Onze maaier en voormaaier. Onze schudder, poter. En er staat nog een voermixer. Nou, dit is ons ander land, dames en heren. Dit is ons tweede land waar we erbij hebben gekocht. Nou, zoals jullie zien, hebben we dus net dit allemaal gemaaid, geharkt en balen geperst. Dit gaan we zometeen wegbrengen voor geld. En ja, dat is mijn trekker, dat is mijn dikke valt. En dan zou ik zeggen, mensen, dit was onze tour. Ja, dit was de tour van Driekus. Op boerderij het Gouden Eikeltje. Ja, 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 ja. Dus ik zal zeggen, dames en heren, willen jullie meer zien? Blijf dan vooral kijken. Abonneer, like en doe het belletje aan als je niks wil missen. Voor nu, ik ga er weer van tussen. Ik zeg ciao, ciao, dames en heren. Kijk, hè? Ja. Ik doe de poort weer dicht. En dan bij aflevering 2 gaan jullie zien hoe we gaan maaien, harken. En gaan balen persen. En waar we dat in gaan leveren. En dan zou ik nu zeggen. Goeiedag hem. Rustig aan. En tot de volgende keer. Ajus.